Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 2 vanmiddag kunnen we zien dat een behoorlijk deel van het land met wolken te maken heeft. In het midden van het land is die bewolking wel danig dun dat de zon er nog redelijk doorheen komt. En in het uiterste zuiden is het zelfs ronduit zonnig. Maar in het noorden is de bewolking een stuk digger, is het wat grauw en kan zelfs lokaal een spatje regen vallen. Ondanks al die wolken is de temperatuur wel flink opgelopen. In het noorden van het land een graad of 22 en in het midden en zuiden naar 24 tot lokaal zelfs 27 graden. En daarmee hebben we de eerste zomerse dag van het jaar ergens in Nederland. Ook vanavond blijft het nog lang wel aangenaam warm. Zo halverwege de avond is het een graad of 19. Voor de rest nog steeds in het noorden behoorlijk veel bewolking. en Lokaal een spatje regen, in het zuiden de meeste opklaringen. En ook die tweedeling houden we vannacht vast. In het noorden de meeste bewolking, lokale spatje regen, in het zuiden wat meer opklaringen en daar kan het ook lokaal nevelig worden, bij minima rond 15 graden. Dan morgen overdag. In eerste instantie nog altijd een beetje die tweedeling. Noorden de meeste wolken, het zuiden al behoorlijk zonnig. Het enkele spatje regen in het noorden verdwijnt al snel. En ook de bewolking wordt geleidelijk aan steeds dunner. Zodat uiteindelijk overal geregeld de zon schijnt. Afgezien van wat hoge wolken, en stapelwolken die ontstaan. Het blijft in de middag verder overal droog. En bij een matige wind uit het zuidoosten: wordt het 24 of 25 graden in het noorden. En 26 tot 28 graden in het midden en zuiden van het land. En plaatselijk zelfs nog een graadje warmer. Met andere woorden: op heel veel plaatsen wordt het zomers warm. Het gaat wel allemaal weer veranderen, want donderdag is het eigenlijk alweer gedaan met de warme lucht. Vanuit het zuidwesten al in de nacht kan er een enkele regen- of onweersbui over het land trekken. Maar in de vroege ochtend volgen er meer buien vanuit het zuidwesten. Aan de voorzijde zou in het oosten en noordoosten van het land er nog eventjes 19 of 21 graden kunnen worden met een beetje zon. Maar dan snel komen ook daar de wolken en buien overzetten. Als dat eenmaal is gebeurd, dan is het lang niet zo warm meer. In het midden en westen van het land ligt de middagtemperatuur rond de graad of 17. En later in de middag breekt vanuit het zuidwesten ook voorzichtig weer de zon door. De wind is overwegend matig aan zee, mogelijk even vrij krachtig uit het zuidwesten. Op vrijdag trekken er geregeld buien over het land. Is het 15 tot 19 graden. Met tussendoor ook wel een beetje ruimte voor zon. Op zaterdag ook nog een paar buien, maar ook genoeg droge momenten dan. En perioden met zon bij een middagtemperatuur rond 17 graden. In de loop van de dag gaat de wind draaien naar het noordwesten. En als we dan naar de lange termijn gaan kijken, dan zien we dat eigenlijk zomerse warmte voorlopig niet meer in de papieren staat. We zien middagtemperatuur zo veelal tussen de 15 en 20 graden uitkomen. In de nachten is het een graad of 10. En als we naar de neerslagkansen kijken, dan zien we dat met name donderdag en vrijdag er een beetje uitspringen. wat betreft de buien. Dan wordt het in de tweede helft van het weekend en begin volgende week tijdelijk weer wat droger. En daarna houden we een licht wisselvallig weertype. Ik ben Ben Langkamp van weerblaza.nl.